Yo, Roger Vlogs in the building. Roger Vlogs in the building. Dit is mijn vlog weer. Ik wil iets even snel vertellen. Dit gaat weer fout. Dit gaat weer fout. Ik weet, misschien gaat het heel slecht aflopen, maar ik moet het, jongens, ik moet het jullie vertellen. Jullie kennen volgens mij wel Zero Fox als traitor vlogger. Ja, Zero Fox. Wat er gebeurd is. Ik heb zijn Instagram gecheckt, eventjes snel. Wat is er gebeurd? Wij wisten er al van dat hij een keer ruzie met YouTube heeft. Allemaal leuk. Maar wat er nu is gebeurd, wat zie je weer? ZeroFox gooit weer een SO naar YouTube en QC. Hij had eerst QC uitgescholden en dan zegt hij weer SO naar QC. ZeroFox, je bent echt kankerdom. ZeroFox, ik ga niet zoveel over jou praten. Jij weet dat je eerst ruzie met die mensen hebt gezocht. En dan zoek je weer beef met die. En dan zoek je weer contact met die mensen. Ik heb zoiets van mezelf. Jij hebt eerst ruzie gezocht met die mensen. En dan kom je weer problemen zoeken. Mattie, je gedragen naar je leeftijd. Doe gewoon iets nuttigs met je leven. En elke keer zeg je altijd van. Eerst ben je goed met de mensen. En dan heb je ruzie met de mensen. Nu heb je weer. Eerst, dus nu heb je weer vrienden met die mensen, maar straks kom je weer ruzie met die mensen. Ik heb sowieso ZeroFox, doe kanker normaal, doe gedrag naar je leeftijd en zo. Dus er gaan heel veel dingen verkeerd bij jou. En dan zeg je tegen Bosser van ja, hij moet met Lexus zijn problemen gaan zoeken. En niet met mij, hij moet eerst met eindigen met Lexus en dan pas kijken we verder. Ik heb zoiets van mezelf, ZeroFox, je moet gewoon kanker doen, gewoon normaal je leven of zo, man. Je denkt echt dat je nu stoer bent, dat je SO naar YouTube en naar en QC hebt gegooid. Dus je denkt nu, je wordt bij hun en je gaat binnenkort met hun vloggen en zo. Broer, je bent kankerdom. Wie zou met jou willen vloggen? Alleen die domme mensen geven alleen maar likes op jou. Mensen, haal die scripts, subscribe ze allemaal weg bij ZeroFox en zet het allemaal bij mij. Want ZeroFox gaat niks nuttigs zeggen. Broer, ik ben gewoon Roger Vlog. Ik zeg de mensen iets nuttigs wat hierop staat. Jullie weten zelf ook dat ZeroFox ook een rare gozer is. Dat ZeroFox nu ook niet 100% is. Ga hem niet supporteren, mensen. Haal de subscribers bij hem weg. En volg mij. Want ik zeg de meeste positieve dingen wat ZeroFox altijd zegt. Ik zeg zo misschien positieve dingen wat mensen wel aantrekkelijker maken. Dus haal je subscribe weg en dan zet het op mij. Want ik ga ZeroFox. Ik zet nu de punten waar ZeroFox allemaal fout mee bezig is. Hij heeft eerst ruzie met dingen gehad. Ruzie met Ismael Gun. Ruzie met Pitpip. Met Arif AB. En dan met Joostoep. En dan met Hulkvlogs. En daarna met QC en Nessim. Dus er gaan heel veel dingen verkeerd. En dan zeg je SO naar QC. QC was eerst boos op jou. En nu hebben jullie weer vrienden. En dan zeg je SO naar QC. Dan ben je toch dom? Je had eerst ruzie met QC en QC had ook ruzie met jou. En QC heeft nog nooit SO naar jou gegooid. Nog nooit. En dan zag je SO naar QC. Je bent kankerdom, broer. ZeroFox, ik ga niet eens over jou praten. Je bent echt kankerdom. Met je moet de potentie volgen voor Tank. Dat Tank allemaal goedkoop met Tank. Fuck dat. Tank ben je al kwijt. Tank zou je ook nooit meer terugzien. Kom je allemaal domme dingen hier zo uitleggen over de mensen en zo. Hoe kanker normaal of zo, man? Jezus man. Dat was Roger Vlogs. Ik ga niet eens voor praten over ZeroFox. Ik ga niet eens op hem in. Alleen maar wat ik wel weet, ZeroFox. Ik ga je omlaag halen. Ik ga jou omlaag halen. Want wat jij doet is allemaal, dat hoort niet. Rustig. Dit was de vlog over ZeroFox. ZeroFox, wat ik aan jou vraag. Je moet toch gewoon kanker ermee ophouden, man. Jezus, Mina. Ciao, man.